Ja, dan had hij maar beter na moeten denken. En hij komt er nog wel achter. Zegt hij. Ja, laat hem maar lekker lang leven de lol. Ja. Ik kies lekker voor mezelf. Ja. Ik ga ook gewoon zeggen, weet je Toon, jij verdient mij niet. Dus onze wegen gaan gewoon scheiden. Nou, jij verdient mij niet. We zijn elkaar echt aan het uitdagen, hè? Ja. Natuurlijk, ja, is het kut om te horen, maar ja. Wat moet je eraan doen nu op dit moment? Gewoon neuken, meer niet. Ja, dan doet je wel wat, tuurlijk. En ja, je hebt toch een leuke tijd met elkaar op zich nog wel meegemaakt. Op zich? Weet je, de relatie liep al niet helemaal op sleeptouw. Wat zegt deze man allemaal? Als ik zou zeggen dat ik niks voor je voel, dan zou ik liegen. Snap ja, maar ik vind het echt heel goed dat je dat zegt, maar ik vind het wel heel lastig. Ja, dat snap ik. Mijn echte gevoel richting Annabel is gewoon een beetje opkomende gevoelens, weet je. Het is echt niet dat ik verwacht dat jij mij boven hem gaat kiezen ofzo. Ja, jawel. Het voelt voor mij nu wel een beetje vreemd ofzo allemaal. Want je spreekt wel bepaalde dingen naar elkaar uit. Maar ja, haar vriend, dat is gewoon de belangrijkste persoon voor haar, weet je. Dus dan kan ik denk ik maar beter een beetje afstand nemen, denk ik. Ben je ook klaar mee? Wees gewoon eerlijk over je gevoel. Kijk, als jij zoiets hebt van, ik neem liever niet, of ga niet liever met Annabel op Dreamdate, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Ja. Ja. Ik kom hier wel voor een reden. Leuk. Dus ja, wat heb ik er dan nog aan eigenlijk om met haar op Dreamdate te gaan? Qua innerlijk ben jij gewoon meer mijn type dan haar, want ik val gewoon van mezelf meer op gewoon rustige en gevoelige types. En dat ben jij, snap je? Ga nou niet hier zitten liegen. Cleo en ik hebben gewoon een supergoeie klik. En eigenlijk wou Cleo mij vanaf het begin al meenemen op date. Daar was ik best wel down voor. Dus wat denken jullie ervan? Ja, ik ga het liefst met jou hoor. Ik zeg je gewoon eerlijk. Hoe vind je die? Hoe is het mogelijk? Denk er gewoon goed over na. Ja, klopt. Meer kun je niet doen. Kan het dan wel even tussen ons blijven? Hier klopt helemaal niks van. Toon, je bent toch niet boos, hè? Met mij helemaal niet, jongen. Maar dat zou mij nu zo verschut zijn hier al, vooral op deze eiland. Dus zij dat doet. Ja, is voor mij ook klaar nou. Waar gaat dit over, joh? Oh, je hebt 6 op tv. Ga je wat? Ligt met aan een situatie. Nee, als ik goed ben en iemand jou van hier leuk op een dag later in Nederland. Dat jullie zo ver zijn gekomen met die weinige middelen. Pet je af. Of je Tony zou doen. Ah, en? Ja. Het hoort bij mijn vakantie. Anders voelt het niet als vakantie.